Dit programma wordt u aangeboden door i13 Media, uw livestream specialist van alle soorten events. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met Klaas. Vandaag heb ik wel een heel speciale gast. Bekend van het ijshockey, maar ik denk nog bekender geworden na zijn actieve ijshockeycarrière. Vandaag heb ik de gast Hans Smolders. Hans, welkom. Dankjewel, Klaas. Ik ben blij dat jij op mijn uitzending in bent gegaan. Het uh, heeft even geduurd vanwege jouw gezondheidsproblemen die je gehad hebt. Gelukkig is het allemaal. loopt op zijn eind, denk ik. Absoluut. absoluut. Dus je bent, uh, bent goed aan het revalideren. Zo so is dat. En ik ben dan ook heel blij dat jij. Uh, ja, dat is een van mijn lijnmaten in die tijd, ja. met ingegaan op mijn uitnodiging. Hans, laten we even beginnen bij het begin. Uh, hoe ben je op de ijsman gewoon in Theresia en ja. uh, vrij kort bij de Pelicanal. al. Ja. Hoe ben je eigenlijk met de IJsler in contact gekomen? Ja, heel veel jongens uh, hebben het vanuit de familie gekregen. Ik was eigenlijk meer een outsider. Wij gingen toevallig bij de ijsbaan wonen in de Treziastraat. En toen was het oude open baantje er nog. Ja. En toen ging ik daar wel eens rondsnuffelen en een beetje kattenkwaad uithalen. Ja, ja. Nou, toen werd die afgebroken. Ik kwam de Pelikaanhal. En toen was mijn interesse al dusdanig dat ik er gewoon dag en nacht hing. Dus ja, uiteindelijk kon je voor het zo goed schaatsen. Dat je uh, daarna echt met die stik aan de gang ging op straat. En, ja. uh, en toen heb Welke? ik me aangemeld bij Tilburg Trappers. Mm -hmm. Relatief laat, hè? ik was 11 jaar. Okay. Dus ik stond ook allemaal tussen ja, kinderen van een jaar of acht, negen. Ja, ja. Dus ik stak dan mijn kop uit bovenuit. bovenuit. <laughs> maar dan da, da, da ga je daar heel snel weer naar het volgende team als, als het allemaal goed gaat. Nou, meneer Vrijswijk was mijn eerste hè, uh, coach goed. eigenlijk, zeg maar. Uh, nou ja, dat, dat is ook wat we altijd zeiden. Daarna zeiden we tonen. Hè. Maar in het begin was het altijd meneer, meneer uiteraard. En uh, dat is ook wat, uh, wat, wat ons vormt. Hè? Ja. we respect hebben ook voor oudere mensen ja. en voor de coaches. Ja. Uh, dus nou, daarna uh, uh, heb je dus uh, 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 de, de, de jeugdteams doorlopen. Mm -hmm. En dan kom je al in aanmerking, zeg maar, voor buitenlandse trips. Ja. We zijn eerst... Uh, met een mooi team. Hè? Tony Collaar was onze gastspeler. Zijn we naar Canada gegaan, naar Kamloops. Yeah. Uh, Maarten Burgers, ik, Tony Collaar. Ik stond met hem in de lijn. En uh, nou, dat was gewoon een, een gigantische ervaring. Kijk, bij ons thuis hadden ze gewoon geen geld. En dat dan ik zomaar naar Canada mocht, ja, yeah. dat was een beleving. Nou, ja, was ook zo trots als een bouw ja. en dat geeft je dan toch op een of andere manier heel veel energie waardoor je je zo gaat ontwikkelen dat je ja toch elke keer beter wordt. Ja. Nou, uh, was gigantisch hè, met uh, allemaal goede spelers en je daar heb je gewoon ook weer heel veel geleerd. Daarna gingen we naar Lanshoet ja. als buitenlandse trip. En uh, nou ja, goed, ik heb hier een foto ja, van. Die foto heb ik, uh, En uh, nou ja, eigenlijk mijn maatje Maarten burgers. Wij zijn overal zeg maar samen geweest. Yeah. Uh, we waren ook gewoon vrienden buiten het ijshockey. Uh, ook met René de Hond en, en een heel aantal anderen die bekend zijn van het ja. ijshockey: uh, Franses Lammeten en René de Hond. Uh, en de, deze foto... Deze foto ja goed, we hebben het net al even bekeken samen maar kunnen jullie ze allemaal nog een beetje herinneren wie er zijn? Ja, ja, zeker, ik ken ze al, hier. allemaal. Hier. Dennis he, van Rijswijk, Rijswijk al... denk ik. Ja, hier? Dennis uh, van Rijswijk, uh, Marcel Leermakers, Ruud Christiaans, Johnny Paans, ik en Maarten Burgers, uh, Van Oudheusden De Vet, uh, ja, uh, Philip Bouwman, als van Amersfoort, Mark Bok... Hoek. Uh, Van de Bomen, uh, de keeper ook, Johnny Paans daar, uh, Henry Schollen en Hans Mercedes. En ja, onze coach was toen Henk, Henk Maas en he? oude, de oude John Paans. Ja, ja, ja. Daar waren de coaches. Ja, daar waren de coaches. Ja. En nou ja, daar, daar doe je toch heel veel ervaring mee op. Ondertussen was je dan toch, zeg maar, uh, zover gekomen dat je al in Jonge Oranje stond, samen ja. met Maarten Burgers. Daar heb ik hier, en, uh, hè? dat is een deze. Ja, dat klopt. Kijk, daar staat Maarten Burgers hier. En ik sta hier. Nou ja, er zijn allemaal bekende jongens die later allemaal in het eerste zijn gekomen van Nijmegen, van Amsterdam, van Den Bosch. Nou ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En ja, als gewone jongen van de straat ja, ben je heel erg daarin... Uh, trots dat je dat allemaal zomaar mag en kan doen. Ja. Hè, dat gaat allemaal onbewust. Hè? Ja, ja, nu denk je daar ja. zo over na. En de vorming die je daar als kind allemaal hebt... dat heeft je geholpen in de rest van je leven. Ja. Die vorming van jongs af aan in die sport... Mm -hmm. dat heeft ervoor gezorgd dat je uh, 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 toch kunt exceleren... ook later door je, met je eigen bedrijf. Ja. En ja, kijk, dat karakter heb je al... Mm -hmm. en het doorzettingsvermogen, dus de kennis die kun je altijd vergaren. Nou, die had ik bij koeltechniek cool betreft al heel jong. Ja. En nou, daar heb ik met mijn 40 heb ik mijn bedrijf verkocht. Toen zou ik eens iets anders gaan doen. Ja, toen ben ik Pinfertuin gaan helpen. En ook daarin zie je weer dat je karakter als ijshockey er weer boven komt drijven. Dat je in een korte tijd gewoon heel veel uh, kunt bereiken. Ja. En dat is ook een boodschap aan alle jeugdspelers. En ook de mensen die nu je. Uh, kennis kun je heel je leven opdoen. De vorming ja. van je karakter wordt in het eerste deel van je leven uh, de, de gemaakt. De volgende, ja. En, ja. En, en daardoor is uh, ja, bijna alle spelers die ik ken uh, die hebben of allemaal een eigen zaak of ze hebben allemaal een goede baan. Ja. En dat is dan de basis hier, weer zo'n jonge Rijnje. en later dan het eerste team. Ja, dat was hier als, hè? dat was jouw debuut denk ik hè, onder Paul Dom. Ja, ja ik vond Paul Dom geweldig. Ja. Een echt leuke vent ook, mm. ook een heel aardige vent. En uh, nou ja, die zette iedereen op scherp in het team ja. hè? Dus wij als jonge gasten werden af en toe gewoon gebruikt als iemand die daar al vast in stond, niet presteerde. Dan duurde je zomaar uh, Hans uh, val maar in voor die en die. Ja. Stond in één keer gewoon in de tweede lijn. Moest er vol meedoen met, ja. met je 16 jaar. Ja. En uh, nou ja, de, kijk, hier zie je de spelers allemaal staan. Waar, waar je ook wel hele mooie herinneringen aan hebt. Zo, kijk, Hans Christian die zie ik nog regelmatig. Nou, kijk, Hub van Dun. John McDonald, George Petranoesak, dat zijn allemaal mensen die je nog yeah. steeds ziet. En die uh, 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 ook, ook uh, Gobel, uh, Jerry Goebel. Dus dat zijn allemaal mensen die jou eigenlijk ook altijd hebben meegenomen. om, om beter te worden. Door, yeah. He, onze, uh, Klaas, hebben we het zelf ook, we yeah. hebben samen in de lijn gestaan. Uh, die, die Nederlandse jongens en Maarten Burgers, uiteraard ook. Hmm. En later is René de Hond, uiteraard ook bijgekomen. Ook hmm. bij Jonge Oranje. Nou ja, er zijn mensen die, die uiteindelijk uh, Tilburg, uh, die ontwikkeling in Tilburg, allemaal mee hebben mogen maken. Ja. En door het middel van de sport heel ver zijn gekomen als... Nou ja, ook later He? in je maatschappelijke carrière ja. heb je ja, daar bedoel, gigantisch veel bedoel. aan. Uh, ja. Ja. ja, daarmee dan te denken. Ja. Hoogtepunten waren er zat natuurlijk, maar ik denk dat deze al een van de... Tenminste, dat was ook van mij natuurlijk, speel tegen de Russen. Ja, samen ja, hebben we dat ook dat gedaan. Dat gedaan, dat dat gedaan dat was... En hebben uh, we Dat hebben we als Tilburg Trappers <laughs> gedaan. Hè. Uh, hierachter sta ik, hier op die foto. Ja. Steve Robson, dacht ik. Ja, ja. Nou, dan ben je in één keer tegen Makarov aan het spelen. Tredjak. Tredjak, ja. En dat was in Tilburg heel mooi. Maar ook het Nederlands team ja. heb ik daarin uh, gestaan. Ja. Hè? Maar ja. door mijn maatschappelijke carrière moest ik altijd afzeggen. Maar tegen die Russen had ik wel tijd dat om daar mee te spelen. dat was uniek. Dat was uniek. En dan uh, nou, heb ik zelfs nog een assist tegen de ja. Russen gemaakt. Ja. Ja. Dan weet ik wie die... die in ieder geval, Gogh en Martin. Dat of was hier in, ja. ja. in Tilburg. Maar bij het nationale national Team, team. Had ik met, uh, <kuggen> was volgens mij Ronnie Berteling die scoorde. Oké. Okay. En dan had ik nog een assist. assist dus dan sta ja. je eigenlijk tegen die Russen. Ja, dat is nou maar ja. iets, iets een leuk detail, maar het is, daar ben je wel trots op. Natuurlijk ben ik er trots op, ja. want dat waren de ja, beste die, uit ja, onze tijd. Waren, dat waren de beste van de wereld. Ja, maar het beste. Ja. Goed, we, ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel families. Uh, hier is ook een mooie foto, vind ik. Ja, met, ja, met, ja, met ja met broer ja, Paul. Ja. ja, mijn broertje, Paul, broertje. hij is zeven ja. jaar jonger. Ja. Dus ja. ik was iets van 24. Ja. En ik was inmiddels ook captain geworden. En uh, nou, toen kwam hij ook in het eerste. Ja. Dus het is eigenlijk het mooiste wat er is, dat dan toch je jonge broertje ook bij je komt. Ja. En Maarten Burgers kwam al van Jongens en bij ons thuis ook. Hè. We waren vrienden. Het vriendenclubje waar we eigenlijk hadden. Uh, die trokken al van jongens af met elkaar op. Eh, dat wil zeggen uh, Maarten, René de Hond, uh, Johnny Paans. Wij gingen ook zomers gingen we yeah. allemaal naar een zwembad bijvoorbeeld. Kante uithalen, yeah. et cetera. Yeah. Maar we gingen ook bijvoorbeeld naar uh, een discotheek in Dongen op de Brommer. Yeah. Uh, en we gingen daarvoor gingen we ook bijvoorbeeld ja, naar de Heidehoeven Ja. Yeah. de kroeg. Dat ging dan zomers. Yeah. Yeah. Even ontspannen. Yeah. En, uh, maar... maar Desalniettemin gingen we ook wel eens zomers naar een ijshockeyschool in Den Haag. Ik met Maarten Burgers zijn daar naartoe gegaan. Dat was toen uh, Ivo Cutanda geloof ik. He? Die ja. deed die ijshokjeschool samen ja. met wel. Jean, je? Martin. Jean Martin, ja, he? uit Den Haag. Ah ja, en daar leer je dan ook weer Ronald Meijer van Den Haag. En ja. Chaco de Vos was daar ook bij die ijshockeyschool betrokken. Ja. Dus ja, je, je deed ook wel alles eraan. Ook uh, serieus om beter te worden. Ja, ja. En ook op tijd ontspannen, want we hebben met. De Jeugd hebben wij ja. de landmeter zat er ook bij je. Nou, dus je hebt heel veel broers gehad: hè. de gebroeders, Landmeter Hans en Francis, Jos en Hans van de Wijngaard, nou, ja. Kas en ja, Klaas. Klaas. Hoek, ja. Uh, ja, zo heb je dan nog een heel aantal ja. uh, uh, mensen die uh, in Tilburg-Trappers, uh, dus broers, in het eerste hebben gespeeld. Heb ik gespeeld ja. ja, dus dat is ook een mooie ervaring dat je ziet dat uh, toch. Ik heb het zelf moeten ontdekken. Ja. Nou, mijn broertje heeft dat natuurlijk gezien. Die is ook aan ijszakje. Die is hem meegenomen. Ja. En uh, die ja. had ook uh, heel veel talent daarin uh, ja. ontwikkeld, ja. ook door altijd maar met het ijszakje bezig te zijn. Ja. Ja. Paul, wat doet hij nou tegenwoordig? Hè? Als uh, het werk? Onze Paul uh, was toen bij de post gegaan okay. en die heeft eigenlijk uh, uh, zijn heup uh, heeft hij eigenlijk zeg maar schade opgelopen mm. en die is uh, op dit moment uh, doet hij even niks. Mm. Ja. Maar dat gaat goed bij de veld. Ja, gaat verder goed. Okay. Hans, we hebben hier die foto met Paul samen en Maarten. Ja, je captain was van het eerst. Ik denk zelf dat jij captain bent geworden nadat de gestopt ben, bent. Ja. In een actieve periode. Dat klopt, ja. Um, vertel nog eens een leuke anekdote misschien uit die tijd. Want jij ja, dat natuurlijk als captain, ook het een en ander meegemaakt. Net als ja, ik. ja, zeker, zeker. Leuk dat je daarop terugkomt. Yes. Uh, ja, A was ik trots op dat ik captain mocht worden van het eerste team. Ja. Uh, en ja, ik vond ook dat ik de belangen van het team moest dienen Dienen. Maar ook toch wel de belangen van onze supporters. Want ja, ja. in de Pedicaanhal ja, was er zo'n mooie sfeer en het was altijd zo vol. Hè, dan praten we over echt 3000 toeschouwers gemiddeld. Ja, ja. En dat waren allemaal uh, vaste fanatieke, supporters, fanatieke supporters. En fanatieke ja. supporters. Ja. Ja, uh, dus we waren eigenlijk wel één familie. En toen kregen wij een sponsor, Hebro. Uh, vroeger al. Ja, ja. En toen ja, als captain. Uh, is iedereen altijd heel braaf geweest, maar ik had toen al een beetje de rebelse in mij dat ik vond dat wij in één keer een andere kleuren gingen spelen hè? en dat was Die in rood, blauw, rood, rood wit. zwart, rood, zwart. Ja. Rood, zwart. Ja. En ik maakte een geintje in de krant van: nou, we, uh, we lijken wel aangebrande frikadellen, ja. hè? want wie gaat nou toch zomaar zijn geel-blauwe kleuren opgeven okay. voor eigenlijk een relatief Klein sponsorcontract. Want uh -huh. dat had ik al wel vernomen, omdat ik Jan van den Braak goed kende. Ja, ja. Dus ik wist een beetje wat er speelde. Alleen ja, het bestuur vond hij natuurlijk niet, niet leuk. leuk. Want ja, die hadden het <laughs> best gedaan om dat sponsorcontract binnen te halen. Maar het was geen groot sponsorcontract. Ik vind niet dat je zo makkelijk je kleuren kunt verkopen ja, ja. aan, uh, aan Hebro. Ja. En met alle respect voor Hebro. Ja, ja. uh, ja. Dus ja, ik kwam op dat moment even op... omdat die gevoelens ook breed leefden onder de supporters. Onder supporters. Hè. Dus dan moet je ze daar ook even in tegemoetkomen. Ja, ja. Nou ja, het, het is dan toch <coughs> niet tegen te houden. Hmm. Maar ik denk dat je dan daarin gewoon ook... Uh, ja voor die supporters even laat zien van ja uh, de gevoelens leven en hij heeft het er even ja, over ja, hè? Ja. dus ja dat is toch al een soort klein beetje politiek maar dat is al een beetje kracht. ja ja blijkbaar ja, ja. maar het is echt een mooie tijd en uh, nou ja je bent zelf captain geweest uh, niet dat het allemaal zo belangrijk is helemaal nee, niet maar, maar je maakt gewoon dat je het, het, het overzicht goed hebt in je team, hè, dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja. En uh, ja, wat er ook is, hè, bedoel, dat kan ook iets privé zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het erover dat je, uh, als het nodig is, wel even de leiding neemt. Ja, goed. Ik heb natuurlijk ook de statistieken, want daar moet ik altijd eigenlijk mee beginnen. Maar de, het, in het gesprek, maar goed, je hebt 2, 4, 6, 8, 9 seizoenen in het eerste gespeeld. De buurt op 12, uh, 9, 77. 349 wedstrijden. Mooie statistieken, Hans. Ja, ja, mooie statistieken, zeker. Ik ben zekker. ook al dankbaar. Ik krijg er van het, uh, van het archief van Tilburg Trappers. Wat ja. eigenlijk een eigenlijk misschien een onshover kindje is. Maar het is ontzettend. Uh, ik denk dat het voor, het, voor de toekomst. En ook deze uitzendingen zijn natuurlijk voor de club heel belangrijk. Ja, dat is goed. bijgehouden houden allemaal. En, uh, en, uh, maar ja, kijk, ik ben relatief vroeg gestopt. <laughs> maar dat geldt ook eigenlijk. Ja. Via Jonge oranje toen was ik nog niet met mijn maatschappelijke carrière ja. bezig. Dus was er altijd bij. Ja. Uh, ik heb in het Nederlands team uh, ook, ook genoeg wedstrijden gespeeld. Maar daarin moest je elke keer afzeggen. Omdat ik al bezig was met die koeltechniek. Cool mm -hmm. En ik had ondertussen serieuze verkeeringen gekregen. Met ja. Jacqueline. En ja. de rijden trouwen. Ja. En er moest er een huis gekocht worden. Dus ja, ik zag mijn maatschappelijke carrière uh, belangrijker ja, op dat tuurlijk, moment. En, dan, ja, en dan, dan ben je met je 25 stop je al. Dat is eigenlijk zonde. Dio, ja, achteraf gezien heb ik er geen spijt van. Hmm. Maar aangezien ik nu weet dat je altijd later toch nog steeds je maatschappelijke carrière op kunt pakken met het karakter wat gevormd is in de topsport, had je misschien wel 5, 6, 7 jaar langer kunnen ijshokken. Ik heb er niet. geen spijt van, want met mijn 40 was ik klaar, kon ik mijn ja. bedrijf verkopen. En uh, ja, dan heb je het gewoon op dat vlak gelukkig een goede keus gemaakt. keuze gemaakt. Maar ja, het ijshockey ging je wel aan ja. het hart en je daar ja. moest stoppen. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk Jacqueline leren kennen. Eh, ja. Hier met jouw, ja, dus inmiddels zijn de kinderen al uh, groot, hè? Uh, kleine kleinkinderen. Uh, ja, ik heb in, inmiddels dan uh, de kleine Jim is geboren, ja. een jaar is die uh, geboren uh, onlangs. Uh -huh. Ja, Linda die is al 34 en Marco die is al 32. Ja, ja dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja. En daarom heb ik ook op een gegeven moment gekozen uh, ja, maatschappelijk, omdat je die verantwoordelijkheid al wel voelde toen. Mm -hmm. hè? En uh, nou ja, goed. ik denk dat uh, dat, dat uh, een goede keuze is geweest. Dat redoseerden wij natuurlijk later. En dan hadden mooie herinneringen aan dat ijshockey. Ja, zeker. Dat is altijd goud geweest. En ook daarin hè, ben je dankbaar dat je het allemaal hebt mogen doen. Ja. Dat is wel de basis uh, van jouw karakter en de mentaliteit die ge gevormd is. Ja. En uh, ja, dat legt geen wind eieren, want nee. ik heb het met mijn eigen bedrijf uh, is dat de basis geweest. En zonder dat ik het zelf wilde, kwam ik in die politiek terecht. Nee. En ben je daar je eigen ook helemaal voor in gaan zetten. En dan zie je dat je daar ook weer boven jezelf uitstijgt door het karakter wat er gevormd wordt. je het door het ijs ook Nou ja, uiteindelijk uh, is dat wel zo. Ja, ja. Ja. Dus uh, nou is het nou in het land van blinde. Uh, al gauw iemand één oog koning. Yeah. Want in die, die politiek is het een hele rare business. Ja. Uh, het is een andere wereld, denk ja, ik. Ja, dat is gewoon te zot voor woorden. Dat, ja. uh, als je dit allemaal weet, maar laten we het daar maar niet over hebben. We hebben het vanmorgen over de mooie, mooie ijshockeysport. Ja. En uh, nou ja, we weten alle twee, we hebben samen... Uh, een paar jaar uh, in, in, in een lijn gestaan met Peter van Ooyen. Toen waren we heel succesvol. We hebben zelfs ja. seizoenen gehad. Wij waren dan de tweede lijn, geloof ja. ik. We Zelfen hebben naten, beter gescoord ja. dan de eerste lijn. Dus ja, dat was gewoon heel mooi om mee te maken. Ja. Kijk, je hebt Paul Dom, heb ik meegemaakt. Uh, daarna heb, heb je. Uh, even kijken, we hebben toen Jerry Pecorny. Hij was ja, ook een hele goede coach. Ja. En uh, toen hebben we Steve Robson gehad. was een hele goede speler. Ja. Ik vond hem geen goede coach. Mm -hmm. Hij liet te veel uh, de Canadezen hun eigen BV'tje bewaken. Ja, Door ja, maar te maken: gaan jullie maar bij elkaar spelen? Hebben jullie allemaal meer dan 100, 100 punten. punten? Maar ja. uiteindelijk zou het belang van Tilburg Trappers voorop moeten ja. staan dat de, de jeugd. ...zeg maar beter wordt door die Canadezen. En dat werd niet bewaakt. En ja, ja. ik neem het die Canadezen niet kwalijk... ...want het uh, is menselijk dat hun... Zeg maar, uh, ...misschien wel naar Oostenrijk wilde ...of naar Duitsland of naar... Uh, ...Zwitserland. Hè. Mm -hmm. dat, dat snap ik. Maar ja goed, dat was toen. Hè. Mm -hmm. uh, we werden daardoor ook... ...toch niet elke keer geen kampioen meer. We speelden toen trouwens wel goed. Ik vond dat het weer beter ging onder Eddie Gosselin. Ja. Want Eddie... Die snapte wel, dat wel, ja, ja, uh, die, die... dat hij gewoon het belang van Tilburg Trappers moest ja. dienen... ...en niet het belang van individuele spelers die dan maar misschien ergens anders transfer konden maken. Mm -hmm. eh, en uh, we hebben ook nou wel een Rob Rich gehad. Hè. Mm -hmm. Dat is dan een van de slechte coaches die we hebben gehad, ja, want we hebben heel ja. veel goede coaches ja, gehad. Hè. Ja. Ja, maar die was echt uitzonderlijk slecht. <laughs> en toen trokken ze ook... Uh, uh, die ene uh, speler Hondersen. aan, uh, Rex Hommelsen aan. aan. Ja. Nou ja, goed, uh, dan kun je <laughs> net zo goed blindelings iemand uit België <laughs> halen. Die was beter als Rex Hommelsen. Ja. Maar dat is ook niet erg, nee. want over het algemeen, van 99% is het allemaal goed gegaan. Ja. En natuurlijk, uh, als je maar van die fouten leert, en ik geloof ook wel dat het ijsvlak in Tilburg Trappers daarvan geleerd heeft. Mm -hmm. uh, ik, ik zie heel veel Nederlandse jongens uh, gewoon belangrijk zijn. Dus, uh, alleen maar nou, positief als hè? Ja, dat denk ik ook. Meer Nederlandse en, jongen en, en, dan en, het ijshockey. Maar goed, ja. de rest moet dan natuurlijk ook komen. Ja, nou kijk, ja, het is jammer dat je het dan buiten Nederland moet gaan zoeken. Ja. Dat uh, in Nederland, hè, de Nederlandse ijshockeybond. Uh, dat toch niet voor elkaar heeft gekregen. dat mm -hmm. er toch uh, op een hoger niveau in Nederland uh, ja. gespeeld wordt. Dus ja, wij als trappers, moest dan uitwijken naar Duitsland. Ja. Maar ja, goed, dat is ook redelijk succesvol. En al die Nederlandse jongens, nou ja, die hoeven zich als ze, perse, uh, als, als ze echt willen ze zich ook geen zorgen te maken om een maatschappelijke carrière daarna. Ja. Hè, als je daar uh, nu alvast maar uh, daar een beetje in investeert uh, naast je ijshockey, want het neemt heel veel tijd in beslag als je altijd naar Duitsland moet. Ja. Hè, en, maar daarna kun je altijd slagen uh, ja. als, als ondernemer of bij uh, een baas. Uh, ze willen je heel graag hebben met dat karakter, met dat doorzettingsvermogen. En ik ben ook trots op dat er nu zoveel Nederlandse jongens belangrijk zijn. Ja. En ik, ja, ik ken René de Hond dan goed. Ja, die zal apetrots zijn dat ze zo nu het goed doet. Ik bedoel, de familie De Hond, ja, tuurlijk. Ja, Frans de Hond, ja, die was ook apertrans, zijn zoon in het eerste ja. stond. Ja. Dat is alleen maar leuk. Ja. En, nou, ja, René doet op de ijsbaan nog een hoop, ja. hè, hoorde ik. Ja. Dus ja, goed, uh, ja, alles bij elkaar is het gewoon een, een hele mooie periode, Klaas. Ja, ja, dat klopt. Hans, ik, uh, ik wil je hartstikke bedanken voor het leuke interview. Ja, graag gedaan. Ik wens jou uh, veel gezondheid toe. aan de familie en Jacqueline. Ja. En uh, ik hoop jou nog dikwijls te zien. Ja. Bedankt voor de komst. Dankjewel, Klaas. Goed, dit was het punt voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Bedankt aan Dorstige Herten, het archief van Tullio Trappers I13 Media. En graag tot een volgende keer. Vond je dit een leuke video? Bekijk dan ook de andere afleveringen van het programma Klaas in Gesprek met.